Hey, leuk dat je kijkt. We gaan het hebben over de isotopenkaart. En die zie je hier achter mij. De isotopenkaart staat in de BINAS. En als je het over straling hebt, dan ken je vast de BINAS, de isotopentabel. Nou, isotopentabel, daar staan een aantal isotopen in. Echt niet allemaal. Als ik alle isotopen die we bekennen in de BINAS zou zetten, dan zou ik echt zo'n dikke BINAS hebben. En dat is niet zo fijn op je tentamen. Een zwaar boek wat je mee moet zeulen. Dus hebben ze iets bedacht. We maken een isotopenkaart waar we alle isotopen inzetten. En die vind je dus ook aan het einde van die tabel. En wat kan ik daar nou in aflezen? Nou, kijk even mee. Ik zie een soort van grafiek, dus ik ga even kijken wat staat er langs de assen. Dat doe je natuurlijk als eerste bij natuurkunde. Nou, wat zien we langs de assen? We zien protonen en we zien neutronen. Het aantal protonen bepaalt natuurlijk de stof en over welke isotoop we het hebben. Dus kijk bijvoorbeeld bij het isotoop met het nummertje 60. Ik weet echt even niet wat voor isotoop dat is. Zoek het zelf even uit, zou ik zeggen. Maar dan kom je op die horizontale lijn allemaal mooie vlakjes tegen. En elk vlakje, gekleurd vlakje, is een isotoop. Nou, het tweede wat opvalt is dat als ik een recht evenredig verbandje teken tussen protonen en neutronen, dat die wolk een beetje afbuigt. Afbuigt meer richting het aantal neutronen. Nou, dat is logisch, want hoe groter en zwaarder het isotoop is, hoe meer protonen ik heb. Als ik al die protonen, positieve lading, bij elkaar stop, ja, positieve lading stoten elkaar af, dan wordt zo'n kern wat instabieler. Dus ik heb meer neutronen nodig om die kern toch bij elkaar te houden. Dus daarom waaiert die naar rechts uit. Nou, wat zien we nog meer? We zien een zwart lijntje in die wolk. En dat zwarte lijntje, dat is dit lijntje, hè, deze hier zo. Dat zwarte lijntje, dat zijn de stabiele kernen. Stabiele isotopen. Als dat deeltje vervalt dus niet, zendt geen alpha, gamma of beta straling uit. Dat blijft voor de rest van zijn leven deze stof. Dit isotoop. Nou, daarboven zie je een rood gedeelte. Het rode gedeelte, dat betekent, ik zit eigenlijk te veel, aan de bovenkant, te veel protonen. Nou, te veel protonen, dan gaan we van een proton een neutron maken, dat doen we door een positron uit te zenden, een beta plus deeltje. Dan zakt die in het aantal protonen richting de zwarte lijn. Aan de onderkant zie je voornamelijk een blauw vlak. Dat blauwe vlak betekent, ik heb eigenlijk te weinig protonen en misschien iets te veel neutronen. Wat doen we dan? Dan gaan we een neutron een proton maken en dat doen we door beta min straling uit te zenden. Een neutron zendt een negatief geladen deeltje uit en blijft dus positief, wordt positief en dat is een proton. Nou, en daar rechtsboven, dat zien we juist een groen vlak voornamelijk. En wat betekent dat? Dat betekent dat het alfa-straling uitzendt. En dat zwarte lijntje, dat stopt ook hier. Daarboven, boven deze isotopen, is niks meer stabiel. Nou, zit je daar dus helemaal rechtsboven in die wolk, als isotoop, dan wil je zo snel mogelijk naar die zwarte lijn. Dan wil je zo schuin naar beneden en dat doe je door twee protonen en twee neutronen uit te zenden. Dan ga je zo schuin richting die zwarte lijn. En we zoomen even in op een stukje van die isotopenkaart. En hier zie je dus die zwarte blokjes, dat zijn de stabiele isotopen. En je ziet de gekleurde vlakjes en die bepalen wat voor soort deeltje er uitgezonden wordt. Je ziet ook verschillende vakjes met twee kleurtjes, dat betekent dat ze of het ene deeltje uitzenden of het andere deeltje. Nou, protonen zo, neutronen zo en zo'n geel vlakje betekent dus een heliumkern uitzenden, twee protonen minder, twee neutronen minder. Dus je gaat schuin naar beneden. Dit deeltje wordt dus stabiel. Beta plus betekent een proton minder en een neutron meer. Dus ik ga rechts schuin naar beneden. Aan de onderkant heb ik juist weer te veel neutronen, dus ik wil graag een proton meer, maar dat gaat ten koste van een neutron, dus ik ga weer schuin links naar boven. Zo gaan we dus allemaal richting die zwarte lijn van de stabiele isotopen. Nou, kan je dus eigenlijk zeggen dat voor elk deeltje vast ligt wat voor soort van levensroute die gaat hebben. Neem bijvoorbeeld uranium-238. Dat is gewoon bekend, dat valt eerst met een alfa-deeltje. Nou, daar staat 4,5 × 10 tot de 9e jaar bij.
Dat is een gemiddelde. Hè? Dus je hebt heel veel uraniumdeeltjes, isotopen. En na zoveel jaar, en best wel lang wachten, is de helft ervan vervallen. Nou, heb je weer heel veel deeltjes, maar dan van thorium, dan weet je na 27 dagen dat dat beta-min deeltjes uitgezonden heeft en dan de helft vervallen is. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En als we dan helemaal naar beneden gaan, we kijken verder even naar beneden, dan zien we op een gegeven moment dat daar dus verschillende opties ontstaan. Hè? Dat zijn die vakjes met die twee kleurtjes. Maar wat blijkt, uiteindelijk wordt het stabiel als het lood 206 is. Dus wachten we gewoon gigantisch lang. We hebben een bak uranium 238. We wachten gigalang. Dan weten we uiteindelijk zit in die bak lood. Oké, leuk dat je keek. En ik hoop dat ik zo duidelijk heb kunnen maken wat een isotopenkaart is.